Ik ben de hele dag bezig met luisteren naar alles om me heen. En luisteren naar het lawaai, luisteren naar de stilte en alles wat ertussen zit. Een kerk heeft een galm. Wat ga je daarmee doen? Het is inderdaad een heel specifiek soort ruimte qua akoestiek. Een hele lange staart van galm erachteraan. In mijn werk ben ik heel veel bezig met klank in de ruimte. En op wat voor manier klank zich gedraagt in de ruimte. Ik hoor een carillon. Dat klopt. Ik hoor de tram. Gebruik je die ook? Ik ga zeker de frequenties van de geluiden die zich buiten of om deze ruimte heen vinden, ook gebruiken om te versterken op momenten en soms juist weg te halen. Heb je ook een band met boeddhisme? Ja, absoluut. Ik noem mezelf geen boeddhist, maar boeddhisme is wat dat betreft, spreekt me van de verschillende stromingen het meest aan, omdat het niet per se spreekt van een dogma. Het is voor mijzelf ook niet nodig om mezelf boeddhist te noemen om een werk te maken over boeddhisme, omdat het juist gaat over ervaring. En binnen mijn werk gaat het ook direct over ervaring. Ik moet voor mezelf in het moment zijn, luisteren naar wat ik ervaar en daarop reageren om goed werk te maken. Dus het maken van een compositie is voor mij eigenlijk als meditatie. Je meditatie is stilte, maar je maakt geluid. Ja, maar ik maak ook stilte. Ik beweeg lucht.